Wordt ze grijs? Je kunt boel vertragen, volgens deze dermatoloog. Grijze haren, nu niet bepaald een onderdeel van het ouder worden waar de meesten naar uitkijken. Maar goed, het hoort nu eenmaal bij het leven. Al beweren sommigen dat je het grijs worden meer in de hand hebt dan je denkt. Dermatoloog Katrien Smets legt daarover het een en ander uit tegen het Belgische HLN. Want sommigen verkondigen dat je door voeding het ouderdomsproces, haartechnisch dan, kunt vertragen. De eerste grijze haren tref je meestal tussen je 35ste en 40ste. Dat kan variëren vanwege afkomst en is ook erfelijk bepaald. Mocht je jong grijs worden, kunnen ook andere factoren van invloed zijn. Zoals stress, roken, UV-straling, verontreinigende stoffen in de lucht, maar ook met chemische haarverf en chemische verzorgingsproducten. Zoals shampoos en conditioners die vaak ammoniak, fosfaten en sulfaten bevatten. Smets benadrukt dat onze haarkleur bepaald wordt door pigmentcellen, oftewel melanocyten in de haarzakjes. Hoe ouder je wordt, hoe minder pigment er wordt aangemaakt in de haarzakjes, waardoor je grijs wordt. Die grijze koep is inderdaad genetisch bepaald, dat beaamt ook Smets. Mensen met een lichte huidskleur worden minder snel grijs dan mensen met donkere huidskleur. Er kan zo'n 10 jaar verschil op zitten. Volgens de dermatoloog hebben een aantal voedingstips ook invloed. Want bepaalde voeding kan ervoor zorgen dat je haarkleur langer optimaal blijft. Welke stoffen goed zijn voor je haarkleur? Vitamine B12 blijkt van belang. Een stof die je veelal in dierlijke producten vindt. Zoals eieren, vlees, vis en zuivel. IJzer, jodium, zink en koper zijn ook stofjes die nodig zijn voor sterk en gezond haar. Daarnaast moet je schildklier optimaal functioneren voor de werking van haarzakjes. Je bloed regelmatig laten checken is dan ook volgens Smets aan te raden. Chemische haarverven en haarproducten met waterstofperoxide kun je beter vermijden. Ze dragen bij tot een verminderde melanine-productie en een sigaretje blijkt ook van invloed op dreigende grijze haren. Stop zeker met roken, dat veroorzaakt oxidatieve stress, waardoor minder pigment wordt aangemaakt. Je kent vast de uitdrukking, ik ben ineens 10 jaar ouder geworden, na een stressvolle dag. Stress en dan met name chronische stress, bevordert ook jouw grijze haren. Probeer om slaapproblemen, angst of depressieve klachten aan te pakken, aldus de dermatoloog. Kortom, goed voor jezelf zorgen, de juiste voeding, beperking van chronische stress en goede verzorging van je haren. Vertragen het grijs worden. Maar tegengaan? Nee, dat zit er nog niet in.